En zo kwam het toch nog allemaal goed. Hedin Ancona goes Europe. Voorzitter Rottenberg loodste zijn nieuwe kandidaten moeiteloos door het congres. En lijsttrekker Wim Kok werd uitvoerig bejubeld. De rijen zijn gesloten, het zelfvertrouwen is terug. En nu de kiezers nog. Een verslag van de tweede dag van het Partij van de Arbeid-congres. Ja, het was het bekende verloop van het PvdA-congres. De eerste dag doet het congres moeilijk, neemt verrassende besluiten. Het congres is het tenslotte niet voor niks. De tweede dag is het vooral voor het applaus. Veel applaus, luid applaus. Het is ook een beetje, zal ik zeggen, fluiten in het donker. Want de partij zit in een diep dal. Er moet natuurlijk heel wat gebeuren om die partij eruit te trekken. Er gebeuren ook oude rituelen. De helden die de verkiezingsstrijd ingaan, worden nog één keer bejubeld en in de bloemen gezet. Pim van Galen. Even was Wim Kok de dirigent van de Kamerkandidaten. Het gebeurde met een spontaniteit die veel leden vaker van hem zouden willen zien. In de wandelgangen was dat al eerder te merken. Ik denk dat Wim Kok het op zijn eigen manier prima heeft gedaan. Ik geef toe, het is een heel ander gezicht dan Joop den Uyl. Maar ik wil niet zeggen dat ik hem slechter vind. Nee. Wat is het verschil met den Uyl? Ja, Joop den Uyl, die man had het hard op de juiste plaats. Kon bevlogen verhaal houden. Sterk in het debat. Die bevlogenheid die mis ik bij Wim Kok af en toe. Den Uyl was meer bezeten, zou ik graag zeggen. En de Kok die is wat rustiger. Maar één ding hebben ze met elkaar eens. Ik vertrouw ze allebei. Een andere oudgediende uit de tijd van Den Uyl, Sikkel Mansholt, wordt door Kok spontaan in het zonnetje gezet. Veel spontaniteit ook bij het bedanken van de voorzitter. Toch komt al het enthousiasme de lijsttrekker niet echt aanwaaien. Ik moest dus ook vooral een ontspannen indruk maken. Ja, ook niet te moeilijk, maar wel met perspectief. En ook niet te veel beleid, maar wel inhoud. En zoals ik zei, vooral ontspannen. Je zou er dus doodnerveus van worden. De toespraak van Kok was een combinatie van bevlogenheid en realisme. Zonder ons waren keuzes anders uitgevallen. Het was wezenlijk anders geweest. Minder rechtvaardig, minder duurzaam, minder solidair. Meneer Koster, hoe doet hij het? Hij doet het perfect voor meer dan 50 zetels, als je het mij vraagt. Is het een goede lijsttrekker? Uitstekend, wervende lijsttrekker, inhoudelijk goed, heel sterk. Uitstekend minister geweest, voortreffelijke vicepremier. Wat mij betreft mag dat vieze er wel af eigenlijk. Een heilige. Nee hoor, het is gewoon een goed politicus. Pieter Beek, hoe doet Kok het? Ik zit nu even te luisteren, maar Kok doet het hartstikke goed. De PvdA heeft op dit moment iemand die in ieder geval zegt waar hij voor staat. En dat is belangrijk. En ik hoop dat niet alleen de lijsttrekker, maar ook de andere mensen op de lijst samen voor zullen zorgen dat het sociale gezicht van de PvdA ook hoog gehouden wordt. En ik heb er daar alle vertrouwen in. Die man die stond er helemaal op. En ik vond het heel mooi hoe hij en de zegeningen van het kabinetsbeleid neerzette, maar ook de momenten waarop hij verlies geleden heeft. En hij noemde ook de situatie met de mensen die de partij niet meer zagen zitten en zichzelf in een 1-1 situatie. Ja, dus geen 1-0, de ene kant op of de andere kant op. Maar een 1-1 situatie vind ik een hele knappe analyse. Om je op die manier te richten naar die mensen die er ook teleurgesteld in zijn. En fouten toegeven. En die terug te winnen, ja. Hoe is Kok gedaan? Heel goed. Heel goed. Ja, gewoon diep van binnen met de mensen gepraat en zo hoort het ook. Is dit nou voor u en voor de anderen echt de nummer 1 voor de komende tijd? Absoluut. Dat is een integere man. Dat is een man die voor zijn zaken staat. Dat is een man die vertrouwen verdient. Ja,
Ja, dat waren de positivo's in de zaal. Maar in de wandelgangen was er toch ook wel wat kritiek op Kok. Wat twijfel of hij nou echt in die campagne het gaat maken. Je merkt het ook met zo'n redenvoering. Het is allemaal heel verantwoord. Maar het is ook een beetje lang en het is ook een beetje vlak. Kok zweept zo'n zaal niet op. En dat is ook niet echt zijn bedoeling. Behalve op één punt. En dat was toen hij het over de vreemdelingenhaat had. En ik heb getwijfeld of ik het hardop zou durven zeggen. Ik doe het toch. Mij bekruipt zo af en toe dat angstige gevoel dat we in dit deel van Europa op een vulkaan leven. Dat het ook in eigen land af en toe lelijk rommelt. En dat het daar misschien niet eens bij zal blijven. Want naast dat terugverlangen naar vertrouwde oude tijden die niet terugkomen, of de vlucht naar de afzijdigheid die tot niks leidt, is er ook nog een antwoord wat je ook hoort. En dat antwoord van mensen bij wie het tot hier zit, letterlijk tot hier. En die vanuit dat gevoel zondebokken aanwijzen. Ik kom dat te veel tegen de laatste tijd om er voorbij aan te kunnen gaan. En dan praat ik niet over skinheads. Dan praat ik zo over zomaar oudjes in een fatsoenlijk bejaardentehuis of doorsnee mensen, ook jongeren in een doorsnee straat. En voor die onvrede lokt een aloude ideologie. Eigen volk eerst. Een simpele en daarom verlokkende stelling die om een krachtig weerwoord vraagt. Dat nooit weer. Vanuit deze overtuiging durf ik me rechtstreeks te richten tot die mensen die de PvdA voor even of misschien in hun ogen voor langer de rug hebben toegekeerd. Ik begrijp duvels goed wat er door u heen gaat en heen is gegaan. En ik wil er ook niks aan afdoen. Er kunnen teleurstellingen zijn geweest. Daar kunt u redenen voor hebben gehad. Maar u weet ook van mij dat ik sta voor mijn zaak. Met soms inderdaad de onplezierige dingen. Soms de makker van echt een communicatieprobleem. Maar u weet waar u met de sociaaldemocratie aan toe bent. Inmiddels staat naast mij de kersverse lijsttrekker van de PvdA, de heer Kok. Meneer Kok, een beetje tevreden over dit congres? Ja, ik heb een goed gevoel over de atmosfeer. De mensen hebben er vertrouwen in. En ik denk dat dat de beste basis is om de komende maanden dus resultaat te boeken. Het kan aan mij liggen, maar het was uw verkiezingscongres, uw verkiezingsreden. Een aantal mensen vond hem een beetje mat. Ging het wel goed? Het is jammer dat men het mat vindt. Ik vond het zelf niet, maar ja, ik ben subjectief natuurlijk. Ik ben een speler in het geheel. Mijn bedoeling was dus nu juist niet om een partijpolitiek spektakel te ontketenen, maar te vertellen vanuit mijn hart hoe ik aankijk tegen het antwoord wat de sociaaldemocratie vandaag de dag op de grote problemen moet geven. En dan gaat het dus minder over de politieke tegenspelers. Het gaat veel meer om de grote vragen, denk ik, waar mensen mee rondlopen. En dat heeft naar heel veel van de delegatieleden hier van het congres, denk ik, toch wel ook enthousiasmerend gewerkt. Heeft u zelf het idee dat u voldoende in staat bent om die boodschap over te brengen? Het viel me op in het stukje wat we net hebben gezien van uw reden. Sprak u van soms de makken van een echt communicatieprobleem. Ja. Is dat persoonlijk? Heeft u dat probleem? Nee, dat is niet zo persoonlijk. Maar het is ook niet zo onpersoonlijk dat ik het niet durf te zeggen. Ik zie gewoon dat heel veel burgers, in de oude wijken, maar ook elders, een beetje van de politiek afkomen te staan. Hè, er minder vertrouwen in hebben. Zo, ja, zij in Den Haag en wij hier hebben ze wel aandacht voor onze problemen. Dat verstaat dus ook onder communicatie. En laat de politiek niet te snel denken. Ach, die mensen in de wijken die zeuren maar, die kankeren maar, die geven buitenlanders de schuld. Nee, daar liggen hele grote maatschappelijke zorgen en problemen achter. En ik denk dat wij moeten zorgen dat we die brug naar de burgers weer bouwen. En ook de burgers uitnodigen, inderdaad, die boodschap te verstaan. Als PvdA-lijsttrekker moet u dat natuurlijk ook persoonlijk doen. Die kloof overbruggen, die bruggen bouwen. Er zijn mensen die zeggen, ja, Kok is toch een afstandelijke man. Een PvdA-Kamerlid zei het deze week wel erg pregnant. Die zei, en u heeft het vast al gehoord, meneer Stemerdink, meneer Kok heeft de kilte van een geopende vrieskist. Dat is niet leuk, hè? Nou, het is eigenlijk ook weer de voorspelbaarheid van Stemerdink die ik al 4 jaar ken. Die heeft nooit iets anders over mij gevonden. Dus dat is een soort automatische piloot waar hij op staat. Maar goed, het is een goede recht. Hij was erg teleurgesteld dat ik dus de beek vroeg in de tijd om minister van Defensie te worden. Hij had er zelf op gerekend. Dat is jammer. U hoeft zich van dat verwijt niks aan te trekken. Maar er zijn ook andere mensen die zeggen, Kok is goed, goede minister van Financiën. Maar voor zo'n campagne, voor zo'n congres, mis je toch een beetje de warmte en de bevlogenheid die bijvoorbeeld Den Uyl vroeger wel had. Ja, het is altijd een beetje onkies om je
met wie dan ook te willen vergelijken. En zeker met een uil, die had zijn kwaliteit en zijn waarde apart. Warmte heb ik juist wel in mijn betoog gelegd. Bevlogenheid in de zin van mensen, we gaan nu de straat op, we gaan het eens even doen vanavond. Nee, dat niet. Dat was ook niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was om aan te geven vanuit mijn hart hoe ik tegen de opgave van de sociaaldemocratie aankijk. Wat de kernvragen zijn, de economische, de sociale en de morele ambitie die we hebben als grote progressieve partij. Dat willen we blijven. En daar hebben we dus een vertrouwensband met kiezers voor nodig, met burgers voor nodig. En dan moet je ook een boodschap hebben, moet je een verhaal hebben. Ik heb dus meer aandacht gegeven aan inderdaad dat dieperliggende verhaal. Niet zozeer ingegaan op de politieke actualiteit en de bevlogenheid van de campagne. Dat is een ander hoofdstuk. Gaan we hier niet echt op 11 december staan opwinden voor een congres. Zo van, nou moet je mij eens zien met opgerolde mouwen van hier de campagne is begonnen. Dat komt op een ander moment. Is wat u betreft heel in het algemeen gezegd het kabinetsbeleid inzet van die verkiezingen? Hooguit en delen. Inzet van de verkiezing is de vraag of de PvdA of ondergetekende als lijsttrekker van de PvdA voldoende vertrouwen krijgt van kiezers om door te gaan. Met wie, welke constellatie, welk programma, dat hangt van uitslag en programmaakkoord af. U had het vanmiddag over weddenschappen. U zou wel wat weddenschappen willen afsluiten op de uitkomst. Zou u met mij de weddenschap willen afsluiten dat de PvdA terugkomt in het kabinet? En wat zet u daar dan op? Nee, wacht even. Ik zei, dit is de tijd van de wetenschappen. Maar ik hou me daar zelf een beetje buiten. Want ik ben dus te veel daarbij persoonlijk betrokken. Dank u wel. Goed, veel winnaars in dit verslag. Maar er zijn ook verliezers. Want de aangekondigde poging van de milieulobby om de twee fractiespecialisten, Jaap Jelle Veenstra en Rob van Gijzel, op een verkiesbare plaats te krijgen, die poging is dus mislukt. De Europese staats- en regeringsleiders keken dit weekend niet op een miljardje meer of minder. Hoe we het betalen, zo zag je ze bijna denken, dat zien we later wel. Het belangrijkste was om het politiek eens te worden over de noodzaak om de werkloosheid aan te pakken. En dat is gelukt, want het plan van de voorzitter Delors werd breed gesteund. De hoge heren zijn het dus al...